Een metaalconstructeur uit Harelbeke bouwt in de haven van Oostende een dertigtal reusachtige opslagtanks. Ze zijn bestemd voor de haven van Antwerpen en dienen om fossiele brandstoffen, maar ook chemicaliën, in op te slaan. Een tiental silo's staat hier op een ponton klaar om naar de haven van Antwerpen te verslepen. De tanks zijn 30 meter hoog en hebben een volume van ongeveer 3000 kubieke meter. Voor het bedrijf uit Harelbeke is het handig om de silo's in West-Vlaanderen te bouwen. Voor de haven van Oostende is het goed om niet alleen op windmolens in te zetten. De haven levert personeel en materiaal. De haven van Oostende onderscheidt zich door het aanbieden van alle services op één en dezelfde locatie. Vandaar dat de keuze is gevallen van Geldof om hier de constructie te doen en letterlijk vanaf de grond heel de tanks op te bouwen. Wij zijn vooral actief betrokken in het aanleveren van havenarbeiders, want uiteindelijk alles wordt geconstrueerd in havengebied. Dus eigenlijk volgen wij dan de havenrichtlijnen en zorgen wij voor de kraanmannen, de uitwijzers, de voormannen. En zij zorgen dan mee samen met het team van Geldof tot een veilige werking en de constructie van de tanks.